Goedenavond, fijn dat u weer kijkt naar deze uitzending van Tergooi Studio. We gaan het vanavond hebben over borstkanker. Het is oktober. Oktober is de maand van borstkanker. We gaan het vooral hebben over de medische kant. Dat zal u niet verbazen. We hebben de experts aan tafel die u graag een doorkijkje willen geven van wat gebeurt er nu medisch met u. Hè? Dat is gewoon een heleboel dingen, maar medisch mocht u borstkanker krijgen of denken te hebben. We geven dus enerzijds inzicht in de onderzoeken die plaatsvinden om de borstkanker op te sporen. Anderzijds krijgt u ook te zien hoe er wordt geopereerd. En vooral ook het samenspel van de experts in het borstkankercentrum. Later schuiven ook internist-oncoloog Sylvia Luyks en plastisch chirurg Saskia Fuchs aan tafel. De behandeling van borstkanker is een samenspel van disciplines, dus het wordt ook gezellig druk aan de tafel vanavond. Dus we gaan ook heel erg ons best doen. Ik hoop ook weer dat ik het zo kan toelichten dat we het allemaal begrijpen als u ook kijkt. Daar ga ik echt mijn best op doen en daar mag u me ook op aanspreken als dat niet helemaal lukt. Maar we hebben elkaar, dus dat komt helemaal goed. Welkom aan de tafel nu, Alwiele Hellingman, oncologisch chirurg, en Estherwijn van Keulen, radioloog. We zullen er ook niet aan ontkomen om het toch ook even over corona te hebben. Hoe is de oncologische zorg nu in de pittige coronatijd die ons toch allemaal weer overkomt of die er weer is? Ja, Wenke, dat is natuurlijk een hot item op het moment, ook in Tergooi, waarbij we toch de extra corona-afdelingen weer geopend hebben. Maar ondanks dat denk ik dat het heel belangrijk is dat we hier vanavond wel zitten. In de borstkankermaand. Ja, juist. En juist daarom. En dat willen we ook heel duidelijk aan de mensen rondom ons ziekenhuis vertellen. Dat heel veel zorg gelukkig gewoon door kan gaan in ons ziekenhuis. En daar hoort zeker de oncologische zorg bij. De zorg voor patiënten met kanker. Die zorg die gaat door. En ik denk dat het belangrijk is om ook te noemen dat in de eerste coronagolf we eigenlijk nagenoeg alle operaties hebben kunnen doen voor patiënten met kanker. Dat de chemotherapieën gewoon door zijn gegaan in ons ziekenhuis. Zelfs patiënten uit andere ziekenhuizen ook in ons ziekenhuis behandeld zijn voor chemotherapie. Er zijn zelfs projecten in ons ziekenhuis om chemotherapie ook thuis te geven. Nou, dat is in dit soort bizarre tijden is dat natuurlijk heel fijn. Ja, misschien wel des te relevanter eigenlijk. Ja, zeker. Nou, fijn dat je dat even toelicht. Dan hebben we dat ook echt benoemd. Daar gaan we het nu niet specifiek meer over hebben, tenzij daar echt hele specifieke vragen over binnenkomen. Ja. Dat brengt me op het feit, u kunt vragen stellen. We gaan proberen ze te behandelen. En we gaan natuurlijk ook proberen hetgeen we hebben voorbereid zo goed mogelijk uit te leggen. Dus ik ben benieuwd of we dat gaan we in een uur proberen. Ja, uitdaging. Gewoon doen. Zo precies. Estherwijn, jij bent radioloog. Ja. En je ontdekt of spoort borstkanker op via allerlei onderzoeken. Daarnaast ben je eigenlijk ook al vanaf de start betrokken bij het borstkankercentrum. Bij de radiologie. Ja, vertel. Ja, toen ik in de vorige eeuw nog kwam als radioloog. Wat make-up met je doet. Ja, goed. alles wat met mogelijke borstkanker te maken had, deden we op twee locaties. Zowel in Blaricum als in Hilversum. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig, want dan moet je allemaal, als je het goed wil organiseren, moet je zeg maar de beste mensen, het goede personeel, een goede apparatuur. Het moet allemaal lekker soepel lopen. Dus het is heel veel organisatie op twee plekken tegelijk, zo vlak bij elkaar eigenlijk. Dus niet ideaal. En bovendien, met alles eigenlijk, als je het veel doet en vaak doet, dan word je er eigenlijk beter in. Dan word je er gepassioneerd door, je kunt elkaar opleiden. Je bent echt gefocust. Dus dat inzicht, dat kwam eigenlijk toen ook al. Hadden we toen ook. Dat we dachten, we kunnen het eigenlijk nog beter doen dan het was. Alleen, was een beetje zoeken naar hoe. Dus ik praat nu over rond 2005, 2006. En toen kwam er een geschenk uit de hemel. Of eigenlijk was het meer een gift van een hele lieve oudere dame die wat goeds met haar geld wilde doen. En die wilde daar iets, een soort medisch doel voor verzinnen. En toen kon ze uit drie verschillende opties kiezen in Tergooi. En gelukkig heeft ze ons gekozen als Mamma Centrum. Dat vond ze mooi. Dus daardoor hadden we de mogelijkheden om dat Mamma Centrum fysiek ook neer te zetten. Want dat was er nog niet. De financiële prikkel die nodig was. Het ziekenhuis was ook helemaal voor. Maar er was ook een fase naar toen ook al sprake van nieuwbouw. Dus het was allemaal een beetje moeilijk. Maar daardoor, dat was net de druppel op de plaat die we nodig hadden.
De gezegde klopt niet, maar goed, om iets te gaan doen. Nou, om die jaren tot aan nieuwbouw, hè? Want daar zijn we nu dus wel mee begonnen in Hilversum. Maar dat was in 2006. En toen was en dat was, moet je voorstellen, dus op onze afdeling radiologie in Hilversum was een soort binnenplaatsje. En daar konden we een heel nieuw gebouwtje neerzetten. Waardoor we in plaats van dat als mensen borstkanker komen, dat ze op de ene plek worden een foto wordt gemaakt, op een andere etage, een punctie als het ergens is. Het hele ziekenhuis door. Ja. En soms wel naar twee locaties. Ja. Nou, dat was echt niet goed. En dat hebben we daar dus wel zo op kunnen zetten. Daar waren we ontzettend blij mee. En trots op zien. Trots nog steeds. We gaan straks ook zien hoe het eruit ziet. Het kon veel gestroomlijnder, het kon sneller, het was patiëntvriendelijker. En dus dat was het eigenlijk. En dan de ruimte, dus dat je dat nu in één vriendelijke ruimte hebt. Want we hadden toen een hele kleine wachtkamer. Dat was, althans vonden we, zeker nu is dat met corona belangrijk. Patiënten willen niet te veel tegelijk in het ziekenhuis bij elkaar hebben. Dus we konden het allemaal ook daarmee verbeteren. En sowieso, hè, we hebben natuurlijk ook corona met afstand, maar sowieso als je binnenkomt als patiënt met dat juk boven je, van heb ik het wel, heb ik het niet, wat gaat er met me gebeuren, wat moet er allemaal gebeuren? Nou, precies. Je komt niet ontspannen binnen. Helemaal niet. Je bent helemaal niet ontspannen. Integendeel, je denkt dat je iets vreselijk boven het hoofd hangt. Je bent in ieder geval bang als je iets voelt dat er wat aan de hand is. En dat is eigenlijk weer fase 2, want omdat het zo goed ging sinds 2006 in dat nieuwe centrum, was het na een paar jaar, wilden we het eigenlijk nog beter doen. Hè? Want die wachtkamer was toen toch weer wat aan de kleine kant. Mensen zaten onze afstand tegenover elkaar. En als daar toevallig iemand zat die hele enge verhalen kon vertellen over de buurvrouw of andere dramaverhalen wat die hadden meegemaakt, dan kwam hij daar. Helpt helemaal niet. Nee. Dus dat hadden we ook zoiets, dat kan ook nog beter. Dat was weer de volgende stap naar Mama Centrum 2.0. En dat is dan sinds 2018. Maar daar zijn we 2017 mee begonnen. Om te kijken of we ook weer nog ondanks de nieuwbouw dat nog beter konden doen. En dan misschien ook voor de nieuwbouw leren dat dit dus zeker, werkt. Zeker. Dat, en ook de manier. Ja. Want we dachten, we moeten wat kunnen we nou nog wat kunnen aan veranderen behouden. Zodat het kwalitatief beter kan. Je kan de sfeer kan je veranderen. En dat gaat vast in de nieuwbouw ook gebeuren. Dat het wordt groener, het wordt lichter. We hebben bijvoorbeeld sinds 2018 die nieuwbouw kunnen doen. Hebben we een hele mooie levende groene wand. Dat heeft wel voet in aarde gehad, maar dat werkt nu echt iets heel moois eigenlijk. In die grote wachtruimte, die drie keer zo groot is geworden. Er zijn kleine privéplekjes waar je, als je wat wilt afzonderen, kan dat. We hebben een tuin, je kan naar buiten. Je ziet er straks later in de uitzending, hoop ik, nog wat van terug. Het ziet daar vriendelijker uit. En we hebben ook, natuurlijk niet onbelangrijk, ook de allermodernste apparatuur kunnen. Precies, ik wil zeggen, want wat je net zei, dat stuk maakt het aangenaam, maar het gaat om wat je er toch moet komen doen. Hè? Maar dan nog daarbinnen moet je voorstellen dat ook daarmee zijn we door met de hulp van Stichting Vrienden en veel donateurs, hebben we nog een stapje extra kunnen zetten. Door onder die vervelende omstandigheden nog ziet het er dan leuker uit. Maar ook om een voorbeeld te noemen qua apparatuur, we hebben minder pijnlijke apparatuur, dat zul je ook straks zien. Maar bijvoorbeeld ook als je voor een echo-onderzoek ligt, kan je eigenlijk helemaal niet meekijken naar wat je overkomt, wat je ziet. Want dat scherm zit hier, je krijgt een soort hernia, je ziet het niet. Ja. Maar we hebben als extraatje, dat is maar een klein voorbeeld, een scherm waar de patiënten tijdens het echo-onderzoek kunnen meekijken, gewoon op een normale manier. En dat je daar ook veel beter dingen kunt uitleggen. Dan wordt het ook begrijpelijker en minder eng, stel ik me voor. Dat is zo'n voorbeeldje van wat we nu hebben kunnen bereiken. En ik hoor, het is van die apparatuur, die neem je mee. Maar hoor ik ook een kleine oproep voor het nieuwe ziekenhuis? Nou zeker, dat willen we ook zeker meenemen. Ja, precies. En er zullen zeker weer aanpassingen moeten komen. Dus iedereen die zich aangesproken voelt, is van harte welkom. Ja, zeker. Aline, ik ga even naar jou. Oncologisch chirurg ben jij. Het Mama Centrum. Waarom heet het eigenlijk Mama Centrum? Ja, dat is een gezellig woord. Maar mama, dat is de Latijnse naam voor borst. Dus wij hebben ons borstcentrum het Mama Centrum genoemd. En ja, dat noemen wij een centrum omdat dat echt een kliniekje is in het Tergooi. Waar wij als gespecialiseerde dokters in borstzorg zitten. En dat zijn niet alleen de dokters, maar ook de verpleegkundig specialisten, de doktersassistenten, de
radiologielaboranten, iedereen die op ons centrum werkt, in onze kliniek, op dat mammacentrum, is echt gespecialiseerd in borstzorg. En voor een groot deel is dat natuurlijk borstkankerzorg. Ik denk dat we in Tergooi daar best een unieke situatie hebben gecreëerd, waarbij wij lijfelijk echt tegenover elkaar zitten, gezellig met z'n allen rondom eigenlijk de wachtkamer die Espan net vertelde met de mooie groene muur. En dat geeft, of dat draagt in ieder geval bij, denk ik, aan ons succes, waarbij wij met elkaar heel snel kunnen overleggen over patiënten. Ik kan samen met de internist bijvoorbeeld een oudere patiënt tegelijkertijd zien. Dat maakt het gemakkelijk natuurlijk voor patiënten dat ze niet meerdere keren in een ziekenhuis hoeven te zijn. Zo hoort het ook eigenlijk wel, hè? Ja. Nou, dat zeg je, maar we zijn echt bijzonder. Ja. Dat realiseren heel veel mensen zich niet. Er zijn niet zoveel centra als dit in Nederland. We krijgen echt soms bezoek om te kijken hoe we het doen. Ja, dat is mooi. Nou, en ik denk dat doordat wij daar allemaal zorg leveren die gespecialiseerd is. Hè, we hebben allemaal voor die borstzorg doorgestudeerd. Dat daarmee de kwaliteit ook veel hoger is van de zorg die we leveren. En ja, het loopt als een geoliede machine, omdat we als een hecht team bij elkaar in en uit blijven lopen gedurende de hele dag. Ja, fijn te horen. Gedurend overleg tussendoor over kleine dingen. Dus niet, we hebben natuurlijk de vaste overleg gedurende de week, maar eigenlijk is het de hele dag door als het nodig is mogelijk, in plaats van dat je naar twee trappen op moet en een andere om je collega daar te spreken. Dus dit is een echt korte lijntjes. En daardoor is het ook mogelijk om snel te handelen voor patiënten. Ja. Ja. Dat is duidelijk. Maar ik wil heel even naar het begin. Ik ben patiënt, of tenminste, je wordt door de huisarts of de bevolkingsonderzoek naar jullie gestuurd, want daar is wat in al. Wat gebeurt er dan? Elke dag hebben we 's ochtends op in het mammacentrum wat we het sneltraject noemen. Dus dat geldt inderdaad met name dus voor de patiënten bij wie een hoge verdenking is dat er echt iets mis is in de zin van borstkanker. Huisartsen kunnen dat vaak best goed inschatten. Bevolkingsonderzoek ziet iets op een foto wat niet klopt. Nou, dan komen de patiënten naar ons toe. We hebben een aantal vaste plekken elke ochtend voor. Dan meld je bij ons aan de balie. Dus dat zie je de foto daar linksboven. Dat is de ingang. Daarnaast zie je die groene muur waar het over hangt. Je krijgt uitleg van dus ook weer gespecialiseerde dames aan de balie. Dat zijn mensen die helemaal erin zitten hoe het bij ons gaat. Je krijgt een uitleg, je hoort wat je te wachten staat. Daarna mag je in de wachtruimte plaatsnemen en word je door de radiologielaborant opgehaald. En dan begint het hele, de speurtocht of er echt iets aan de hand is of niet. Ja. En dus ook dat het er zijn, geruststellen, dat neemt de spanning niet weg, maar kan hem wel ietsje... Ja, wij werken daar heel prettig, omdat het zo'n fijne omgeving is. Maar dit is een klein onderdeel van wat het binnen die rottige en gespannen situatie voor de patiënten, dat we toch allemaal stapjes hebben proberen in te bouwen om het minder vervelend te maken. Ja, nou en dan heb jij heel erg je best gedaan om ook in een filmpje uit te gaan leggen. Ja, ik zal het proberen toe te lichten. Precies. Ik ga er even naar kijken. Ik zou graag willen proberen u in het kort een indruk te geven van wat wij als radiologen nou kunnen doen om erachter te komen wat u mogelijk aan de borst mankeert. Dit kaartje hier, dat zegt iets specifieks over onze eigen regio Tergooi. Namelijk links in het paars dat borstkanker heel veel voorkomt in deze regio. Maar rechts in het groen dat de sterfte aan borstkanker ook heel erg laag is, het laagst in het land. Dus lijkt het erop dat we in elk geval iets goeds doen hier in het Tergooi ziekenhuis. Wanneer u bij ons komt, dan maken we in eerste instantie een foto. Een mammografie heet dat. Dat is een kortdurend onderzoek met relatief weinig stralenbelasting. En het wordt gedaan door ervaren laboranten die daar rustig de tijd voor nemen, zodat het niet echt pijnvol is, ondanks dat de borst even samengedrukt moet worden. Er worden dan foto's gemaakt in twee richtingen, van boven naar beneden en van de schuin van de zijkant platgedrukt. En het levert dan 4 foto's op, zoals u hier ziet. Dit is een foto van de linkerborst, waarbij dat wittige het klierweefsel is en het zwarte het vetweefsel. En daarin valt u misschien op een soort ovaaltje, een wittig rondje, beter te zien in de uitvergrotingen. En dan weten we dus dat er wat zit, dat hoort er eigenlijk niet, maar dan moeten we nog uitvinden wat dat dan precies is. Dat doen we dan meestal in eerste instantie met een echo-onderzoek met geluidsgolven. Dan kunnen we typeren en dan zie je links datzelfde rondje als een kieste, dat is een vochtblaasje.
En dat weten we omdat het pikzwart is en nog een aantal andere kenmerken heeft. In tegenstelling tot rechts, dat is niet pikzwart, maar meer grijs. Dat zal dus waarschijnlijk niet vochthoudend zijn, kan nog heel goedaardig zijn, maar daar moeten we dan wel een punctie voor doen. Mocht u nou heel gestrest bij ons komen omdat u net een nieuw bultje in uw borst heeft gevoeld en het blijkt bij verder onderzoek inderdaad zo'n kiest te zijn en u heeft er last van, dan kunnen we het makkelijk met de echo aanprikken met een dun naaldje en helemaal leegzuigen. En daarna loopt u hopelijk weer vol goede zin en opgelucht ons ziekenhuis uit. En dat vinden wij ook het mooiste scenario. Maar ziet de foto eruit zoals deze, ook met een witte afwijking, maar niet zo mooi rond begrensd en glad begrensd, maar juist met van die streepige uitlopertjes, die streepjes zoals je op die vergrotingsopname ziet. Ja, dat is een kenmerk van kwaadaardigheid van borstkanker. Dan zullen we ook weer een echografie doen. Dan is de afwijking niet wit, maar donker, wat zwarter. En je ziet ook dat hoekige begrensde. En als we dan een punctie doen, dan zie je dat witte naaldje als een streepje bij het groene pijltje van rechts in beeld komen. En dan kunnen we precies zien dat we op de goede plek de punctie verrichten. Nu is die mammografie niet altijd zo makkelijk te beoordelen. En dat komt doordat de hoeveelheid klierweefsel per patiënt heel erg scheelt. Per leeftijd, maar ook individueel. En dan kan het zijn dat je bijna geen klierweefsel hebt. Dan, zoals links op deze foto's, is de foto bijna helemaal zwart. Of juist heel veel, rechts helemaal. En dan is de foto juist heel erg wit. En als je dan weet dat we aan het zoeken zijn naar meestal witte afwijkingen, kan je je voorstellen dat de afwijking op die foto's links veel makkelijker te vinden is. Gelukkig kunnen we hier gebruik maken van de nieuwste apparatuur, de zogenaamde tomosynthese of 3D mammografie, waarbij we, ondanks dat het maar ook diezelfde vier foto's zijn, kunnen beschikken over heel veel plakjes van boven naar beneden door de borst heen kunnen scannen. En dan krijg je zoals in deze patiënt 89 plakjes. En op plakje 16 zie je dan een stervormige afwijking. Maar als je daar even verder doorheen gaat, zie je dat er op plakje 42 nog zo'n afwijking zit. Dat betekent dat er dus twee borsttumoren in één borst zitten. Die tomosynthese of 3D mammografie zorgt ervoor dat we veel specifieker en zekerder van onze zaak zijn. Dit zijn de borsten van een andere patiënt en dan zie je een enorm links-rechts verschil, waarbij de afwijking weer wit is tussen het groene lijntje. En daar zit ook nog een bolvormige afwijking hoog in de oksel bij de rode pijlen. En dat is, dat zou wel eens een vergrote lymfklier kunnen zijn. Nou ja, ook hier hebben we weer geprikt en dat blijkt inderdaad sprake van een kwaadaardige aandoening. En dan doen we vaak een MRI, een onderzoek in een grote magneet, ook weer een scan techniek. Dit is de MRI-scan van diezelfde patiënt en dan zie je ook weer sterk links-rechts verschil. En alles wat aankleurt, wat wit is op deze opname, dat is de afwijking. En in het rondje, in de oksel, zie je nog een keer de vergrote lymfklier. Wanneer we denken dat een sparende operatie misschien een goede mogelijkheid is en de foto is niet heel makkelijk te beoordelen, dan doen we ook een MRI-onderzoek. En dan komt het wel eens voor dat we aanvankelijk denken dat iets heel klein is, maar dat het op al deze verschillende koepers steeds groter blijkt te zijn en ook meer uitgebreid, zelfs op meerdere plekken. En soms zie je ook zelfs als toeval in de andere borst een afwijking. In zo'n geval is het dan geen goed idee om als eerste een sparende operatie te doen, maar daar gaat Alwien Hellingman u nog meer over vertellen straks. Nou ja, goed, ik kan hier heel lang over praten. Dat is niet de bedoeling. We hebben helaas de tijd niet, dus ik zou dat wellicht in een andere uitzending kunnen doen. Maar ik hoop in elk geval dat u een beetje een indruk heeft gekregen van wat wij als radiologen allemaal doen eigenlijk. Die indruk hebben we zeker gekregen, Esteban. Hij is inmiddels van tafel gegaan, maar ik heb geboeid geluisterd. Ik vind het ook wel ingewikkeld. En dan zie ik plaatjes die ik nog niet ken, maar goed uitgelegd. Wij hebben ondertussen ook aan de tafel een wissel gedaan. Welkom, Sylvia Luiks. Jij bent internist-oncoloog. Borstkanker komt veel voor, dat weten we allemaal. Is het nou zo dat er een toename bij jongere vrouwen is? Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat wil ik graag vertellen aan de hand van een plaatje die u allemaal krijgt te zien. En borstkanker neemt inderdaad toe. Maar goed nieuws, het is niet alleen bij jonge vrouwen, of het is juist niet bij de jonge vrouwen. Dit plaatje blijft een poosje staan, dan ziet u mij niet, maar dit plaatje wel. Kijkt u naar de bovenste lijn, dat de rode lijn, dat noemen we dan de incidentie. Dat is het aantal nieuwe patiënten met borstkanker per jaar in Nederland.
En nu, in 2020, zitten op 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Dat grotendeels vrouwen en ongeveer 100 mannen die dat zijn. Als ik in het vervolg van mijn verhaal vrouw noem, dan noem ik dus ook eigenlijk die 100 mannen erbij. Goed om te noemen. Die moeten we echt niet vergeten. En die, ja. Als je kijkt naar die lijn, dan valt op dat het nu dus 15.000 patiënten per jaar zijn. En dat was 30 jaar geleden 8.000. Dus het is ongeveer verdubbeld sindsdien. Ja, hoe kan zoiets nou verdubbelen? Nou ja, onze bevolkingsgroei is wel toegenomen. Ik heb nog opgezocht van, is dan inderdaad de jongere vrouwen, die vrouwen onder de 45 jaar, want dat gevoel heb je. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Het aantal vrouwen onder de 45 jaar borstkanker krijgen was in 1990 precies hetzelfde als nu. Dus meer dat wij dat gevoel hebben, omdat wij zelf wat ouder worden. Wel is het natuurlijk zo, het neemt toe tussen 45 en 80 jaar. En dat zijn natuurlijk wel de babyboomers die daar nu zitten. Maar nog blijf je die lijn omhoog gaan. Dus dat kan het niet alleen zijn. Nou, dan kun je zeggen, ja, dit is de bevolkingsonderzoek. Want dat is vanaf 50 jaar? Nee, het is vanaf 1989. Eigenlijk precies het begin van de vrouw. Vanaf 50 jaar oud. De leeftijd van de vrouw is vanaf 50 jaar tot 75. Ja, beter. Maar dat is sinds dus 1989. Dus je zag eerst wel even een toename van het aantal mensen. Maar dat, en daardoor vang je een aantal wat vroegere borstkankers. Maar dat kan niet nog steeds een toename zijn. Dus er moet een andere factor zijn. Daar kom ik misschien als je later vragen stelt op mij op terug. Dus al met al is in ieder geval de kans in Nederland om borstkanker te krijgen is, als vrouw is 14%. Dat is 1 op de 7 vrouwen. Ja, dat is echt. Dan weet je dat. Ja. Dat is veel, hè? Dat is echt heel erg. Want ook de lijnen en de grafieken. Maar het zijn vrouwen. En het kan ons allemaal overkomen als vrouw aan tafel. Ja, dat is ook makkelijk. Iedereen kent het. Iedereen vriendinnen en er zal er één van borstkanker hebben. Ja, dus het is ook allemaal heel dichtbij bij ons. Ja. Maar het plaatje laat ook iets goed zien. En dat is de onderste lijn. En de onderste lijn is het aantal vrouwen per jaar wat overlijdt aan borstkanker. En dan in 1990... En nu is dat ongeveer hetzelfde gebleven. Dus dat betekent dat in 1990, toen waren onze behandelingen bestonden alleen uit chirurgie en radiotherapie, dan was er ongeveer 50-60% kans dat je overleed binnen 10 jaar aan borstkanker. Terwijl nu is de kans als je borstkanker krijgt dat je binnen 10 jaar overlijdt veel kleiner, ongeveer 80-90%. Dan kun je weer zeggen van ja, dat komt omdat door het bevolkingsonderzoek veel vroege borstkankers worden gevonden. En Esteban heeft van die geweldige nieuwe technieken. Die vindt allemaal van die hele kleine sterretjes. En er zijn allemaal hele kleine kankertjes die je zo wegopereert en geneest. Maar daarmee kun je dit niet helemaal verklaren. Want wat is er nog meer veranderd in al die jaren? De oncoloog is in beeld gekomen. En die is patiënten met een hoger risico op het ontwikkelen van uitzaaiingen. Want natuurlijk aan die borstkanker zelf, zo'n klein sterretje in die borst ga je niet dood. Je gaat dood aan de uitzaaiingen. Wij zijn begonnen met behandeling te geven, chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie. En ik denk dat de belangrijkste winst van de overleving is dankzij de medische oncoloog al die behandelingen. Ik vind dat je het heel goed uitlegt en ik zit ook echt heel geboeid te luisteren, waardoor ik bijna niet meer weet wat ik nu ga vragen. Maar het is ook echt, er zijn heel veel andere behandelingen. De statistiek maakt natuurlijk niet uit als het jezelf overkomt, want dan ben jij... je bent geen statistiek, hè? Maar het is ook goed dat je het zo schetst. Zo willen we het ook al zien. Een patiënt voor ons is nooit statistiek, is altijd uniek. Nee, maar het is even heel goed om het toch zo gezien te hebben. Alwine, je hebt al eerder een podcast hebben we opgenomen, waarin je alle tijd om ook te vertellen en niet onderbroken wordt door mensen als ik. jij zegt daar onder andere dat je een lokale dokter bent. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik leg altijd aan mijn patiënten uit dat ik als chirurg een lokale dokter ben, waarbij ik lokaal iets uit de borst kan halen, kan opereren. En ik is de locatie van de borst, hè, waar dan de tumor zich in begeeft. Daar kan ik lokaal wat wegopereren en in de oksel kan ik weghalen. Maar veel verder kom ik niet. En patiënten komen nadat ze te horen hebben gekregen dat ze borstkanker hebben, vaak als eerste bij ons op de chirurgische, bij de chirurgische dokters en verpleegkundig specialisten. En veel reacties, of vaak horen we dan van patiënten, een veelgehoorde reactie is dan, nou dokter, als u met me morgen maar kan opereren. Iedereen wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk geopereerd worden. Ja, want dan is het weg, denk ik dan. Precies, ja. Een patiënt denkt dan weg is maar weg. Dat klinkt zo logisch. Precies, dat is heel, heel begrijpelijk, maar dan leg ik dus aan patiënten uit dat dat helemaal niet zo is. En dat ik dan als lokale dokter niet per se de beste behandeling heb voor bepaalde tumoren.
Want er zijn heel veel verschillende tumoren, maar er zijn bijvoorbeeld hele grote tumoren of er zijn tumoren die al uitgezaaid zijn. Of tumoren die meer neigen tot uitzaaien, tot het verder gaan in het lichaam. En daar ben ik als lokale dokter helemaal niet zo'n belangrijke rol. Of daar heb ik niet zo'n belangrijke rol. Daar is de internist-oncoloog veel belangrijker voor die tumoren. Want die kan met haar therapieën via de bloedbaan in het hele lichaam terechtkomen. Dus dat in tegenstelling tot mijn lokale werk, kan Sylvia met haar therapieën cellen die buiten die borst of tussen de borst en de oksel gezwommen zijn, die kan zij om zeep helpen. Zegt ze het goed, wat je doet? Ja, ja? Zeker. Ja. Maar ik wilde eigenlijk nog even teruggaan op een iets eerder wat we nog ook wilden behandelen, wat misschien patiënten interessant vinden van waarom krijg je borstkanker en wat kun je er zelf aan doen? Ja. Dus als je het goed vindt, wil ik daar even naartoe gaan en dan hierop verder gaan. Graag. Hoe borstkanker precies ontstaat, want dat vraagt iedereen, waarom krijg ik het? En hoe ontstaat het nou precies? Hoe het precies ontstaat, weten we niet. Maar we weten het maar, hè? Wisten we het maar. Ja. Een aantal aspecten weten we wel. Wat is kanker? Kanker is een cel die ongeremd groeit. En dan daardoor los kan raken, de omgeving kapot kan maken en kan uitzaaien via het bloed of via de lymfe naar andere organen. En daar kun je aan doodgaan. Een cel die dat doet is ontspoord. Er is een foutje ontstaan. Nou, nu zijn er weefsels die bijna nooit delen. Bijvoorbeeld kraakbeen. Daar ontstaat ook bijna geen kanker in. Een borstklier wordt je hele leven, vanaf het moment dat je in de puberteit komt, staat bloot aan allerlei hormonen. Want in je lichaam wordt gecommuniceerd met allerlei hoormoonsystemen met die borst. De borstklier moet groeien rondom een zwangerschap om borstvoeding te geven. Vanaf de puberteit. Vanaf de puberteit, bij iedere menstruatie. En op het moment dat je heel lang blootgesteld bent aan iedere keer die oestrogenen en andere hormonen, blijkt dat de kans groter is dat er een keer een cel ontspoort en dat je daardoor borstkanker krijgt. Dus als je vroeger gaat menstrueren, als je later in de overgang komt en ben je langer blootgesteld, heb je meer kans. Het krijgen van een kind beschermt een beetje tegen borstkanker. Alleen als je eerste kind na je 35e levensjaar krijgt, heb je weer meer kans op borstkanker. Borstvoeding geven. Hard werk hoor. Borstvoeding beschermt tegen borstkanker. Maar als je het maar heel kort doet of zwanger bent geweest en geen borstvoeding hebt gekregen, heb je weer meer kans op borstkanker. Dus borstvoeding beschermt tegen borstkanker. Ja. Dat kun je zo zeggen. Ja. Maar natuurlijk allemaal kleine dingetjes, hè? Want die kans blijft natuurlijk, niet dat je daarom, 14% en dan wordt hij misschien 13%. Precies, maar dat zijn wel over die kleine dingetjes. Dat weten we. En we weten ook nog, er zijn families met borstkanker, bijvoorbeeld met de aangeboren borstkanker, de BRCA-genus, de Angelina Jolie-genus, die kent iedereen wel. En die hebben een aangeboren afwijking in al hun cellen. En dat is een afwijking dat als er een foutje in je DNA staat, normaal gaat je DNA dat weer repareren. En als je dat foutje hebt, heb je dat reparatiemechanisme niet. Dus heb je ook iets eerder kans bij een extra foutje wat je maakt om kanker te krijgen. Dus dat is een vorm van borstkanker. Dat is helemaal domme pech, kun je echt helemaal niks aan doen. Ja, die hormoonspiegelingen kun je ook echt helemaal niks aan doen. Nou, waar kun je dan wel wat aan doen? Ja. Je hebt een iets hogere kans op borstkanker als je overgewicht hebt, als je meer vetweefsel hebt. Want als je vetweefsel hebt, daarin maak je ook weer oestrogenen. Dat kan borstkanker geven. En voor de jonge kijkers, de studenten die te veel zuipen, alcohol is ook slecht. Niet alleen voor de studenten dan, denk ik. Maar die zijn voor mij de voorbeelden. Ja. Iedere dag alcohol drinken en ze nu dan bintje drinken, en dan heb je echt een verhoogd risico op borstkanker. Dus wat kun je eraan doen? Ja, ik voel hem al. Ja, niet drinken, geen overgewicht. Niet te veel. Ik zeg niet. Maar dat is precies wel even misschien het verschil dat je dat weet. Ja. Hè? Dat helemaal niets. Helemaal niet, hoeft ook niet. Nee, maar en wat je moet heel veel en heel vaak, dat is natuurlijk altijd slecht, maar ook hiervoor. Hier ook voor. Ja. En bij die vrouwen met zo'n erfelijke aandoening, die laten de borsten vaak verwijderen op jongere leeftijd. En dan gaan Alwine en Saskia zorgen voor een mooie reconstructie. En bevolkingsonderzoek, waar iedereen denkt dat is ook een soort preventie, is geen preventie. Bevolkingsonderzoek is vroeg diagnostiek, dat je er hopelijk tijdig bij bent, maar het is geen preventie. Ja, dus nu ga ik weer even nog verder. Dat borstkanker is niet één ziekte. En beschouwen wij als heel veel verschillende ziekten. Want een borstklier is dan zeg maar een klein
blaasje, en daarin maak je melk. En dan zijn er gangetjes, slangetjes naar je tepel. En je hebt cellen dus die heel veel eiwitten en gewoon melk aan kunnen maken. En die worden aangestuurd door de hormonen. Daaromheen zitten we andere cellen voor het ondersteunen. En cellen die het weg moeten, een soort stuwen naar de tepel toe. En zijn uit iedere cel in die borst kan borstkanker ontstaan. En wij zien als oncologen op moleculair niveau dat er eigenlijk 4 of 5 grote groepen zijn van verschillende borstkanker. En die hebben een totaal ander gedrag, die kankers. En moet je andere behandeling geven. En dan kom ik nu terug naar dat wij elkaar kunnen helpen. Er zijn 2 vormen van borstkanker. Dat is de triple negatief. En dan heb je geen oestrogeenreceptor, geen progesteronreceptor. Dat zijn dingen waar we naar kijken. En geen HER2-receptor. Die termen die vergeten we, maar er zijn 2 soorten. Dat is heel belangrijk en die moet je wel even onthouden. En als je die alle 3 niet hebt, of als je juist die HER2-positieve ziekte... Een HER2-positieve ziekte heeft een soort... Eiwit. Nou ja, jullie noemen het eiwit, wij noemen het de receptor. Baf. Ik probeer dat met mijn boerenverstand altijd aan patiënten uit te leggen. En de vraag is, hoe komt hij aan eiwit? Maar ja, dat is een receptor. En als je die receptor te veel op je cel hebt, dan zijn dat cellen die heel snel delen. En daar hebben we hele belangrijke behandelingen tegen. Dus die 2 vormen van borstkanker en soms ook de wat grotere tumoren die hormoongevoelig zijn, die de oestrogeenreceptor hebben, die willen we juist voorafgaand aan de operatie behandelen. Want wij maken eigenlijk bij iedere patiënt die borstkanker heeft, dat zij voor de operatie of na de operatie, maken wij als oncoloog een inschatting hoe groot achten wij de kans dat deze patiënt die nu klachtenvrij is, waar hij geen enkele klacht heeft van eventuele uitzaaiingen, dat hij toch al micro-uitzaaiingen heeft. Dus met andere woorden, dat hij de komende 5 of 10 jaar... Denken. Ja, 5 of 10 jaar doodgaat aan die uitzaaiingen. Want als je nu opereert, die uitzaaiingen gaan wel lekker groeien. Je moet nu iets doen. Ja. Dus wij maken een inschatting. Als de inschatting is dat die kans groter is dan 25%, dan weet je dat iemand baat kan hebben, extra kans om te genezen, extra overlevingskans door chemotherapie, hormoontherapie, HER2-blokkade. Dus daar gaat het wel om, hè? Daar gaat het om. Ja, ik vind altijd, ik vind prachtig wat zij doen met opereren, maar ik denk het gaat om overleven. En het niet terugkrijgen van de ziekte. En het niet terugkrijgen van de ziekte, want dat is allemaal narigheid. En daarom is het ook zo belangrijk, dat er ook met jullie eigen specialisme... Ik denk dat dat belangrijk is, dat tegenwoordig borstkanker wordt niet meer alleen door een chirurg behandeld. Dat is een samenspel tussen de behandelingen van de internist, de chirurg en ook de bestralingsdokter. Ja. En de patiënt natuurlijk, die daarin ook... De patiënt doet het allemaal, die moet het allemaal zelf ondergaan. Maar het is niet meer zo dat je bij 1 dokter komt. Want je ziet dus de voordelen, hè, wat Sylvia vertelt. Als zij vooraf zo'n tumor behandelt met haar therapie, wordt die tumor veel kleiner. Kan ik veel kleiner opereren? Kan je veel sparender opereren? Ja. Dus je hebt een cosmetisch effect. Je kan veel mooier opereren. Je hebt het effect, je kan monitoren wat je doet als je het vooraf doet. Als je dan eerst zo'n grote tumor voelt zelf en je merkt dan na 2 weken dat die naar chemotherapie kleiner aan te worden is, heb je ook veel meer kans dat je de hele behandeling af gaat maken. Ben je veel meer gemotiveerd. En als je de hele behandeling af kan maken, heb je ook weer een betere overlevingskans. Dus je kan monitoren wat je doet. Je ziet veel meer die chemotherapie, ondanks alle bijwerkingen, als je vriend en niet als je vijand. Als het een keer niet werkt, kun je de therapie nog aanpassen. Ja, en dan zien we nog heel vaak dat eigenlijk alles helemaal weg is. Hè? En dan is het eigenlijk best wel jammer dat ze nog moeten opereren. Ja, dat snap ik. Ja. Maar we hebben nog een tijd dat ik niet meer nodig ben. Nee, we hebben alleen nog geen technieken om met zekerheid te zeggen alles is helemaal weg. Maar ik denk wel dat, ik ga het niet meer meemaken, maar mijn andere collega's wel, dat de chirurg niet meer nodig is. Bij de meelvoortherapie. En nog iets anders wat heel belangrijk is voor de patiënt, als iemand een hele lelijke tumor heeft van tevoren en we hebben met chemotherapie, dat de patholoog zegt, ik zie echt helemaal niks. Ja, dan kun je al bedenken wat er met die eventueel micrometastase is gebeurd. Dus dan heeft iemand van een tumor met een slechte vooruitzichten ineens hele goede vooruitzichten gekregen. Dan kun je zeggen, de kans dat je uitzaaiing krijgt is bijna 0. Dus het is, het is geweldig. Daar zijn jullie expertise ook wel heel erg nodig, want ik probeer het toch goed te begrijpen. Kun jij een voorbeeld geven van een nieuw medicijn per borstkanker? Ja, want op zich, wij behandelen dus als oncologen, behandelen wij dus de vroege borstkanker. Dat zijn, ik weet niet of je had nog een plaatje. Deze. We kijken naar borstkanker, als oncoloog kijken we op 2 manieren. Je kan het of een lokale ziekte hebben en dan zit het in de borst en in de oksellymfklier. Of het is al uitgezaaid naar andere organen, long, lever, botten, etc.
En als het lokaal is, dan zeggen we dat is een te genezen ziekte, ook al is er oksel helemaal vol. En als het ergens anders is, is het niet meer te genezen. Nou, bij de kanker die nog te genezen is, hebben wij heel veel chemotherapie-schema's. En heel veel mensen krijgen een ander schema. De ene iedere 3 weken, de andere iedere 2 weken. En al snel is het 24 tot 30 weken een behandeling, chemotherapie. Het is echt heel specifiek afgestemd. Heel specifiek. En andere HER2-blokkade. En andere krijgen nog een half jaar chemotherapie-tabletten. En andere krijgen nog een jaar herceptin. We hebben heel veel verschillende behandelingen. Maar dat is voor het te genezen. En dat is een beetje protocolaire geneeskunde. Daarnaast hebben we dan helaas de uitgezaaide vorm van kanker. En daar weten, weten de patiënten zelf ook. Ze zijn niet te genezen. Want we gaan eigenlijk, alles wat we doen is om de klachten te behandelen van de kanker. Dus bij iedereen anders. Eén heeft pijn, andere benauwdheid. En we proberen met chemotherapie en weer hormoontherapie en alle andere behandelingen, proberen we het leven te verlengen. En sinds ik in dit vak zit, toen ik hier begon, was gewoon van de mensen met uitgezaaide vorm van borstkanker was 50% binnen 2 jaar overleden. Ja, wat je in het begin ook schetste. Ja, maar ook zo oud ben ik nee, ook al. Nee, dat is 1989. Is de bal ook uit de vorige eeuw, hoor. Maar we zien aan jullie dat het echt gewoon... We hebben echt heel veel nieuwe behandelingen. En dus we zien hormonale borstkanker. We hebben hele mooie nieuwe behandelingen. Dat iemand gewoon op dezelfde behandeling ineens 2 keer zo lang gaat doen. Maar vooral bij die HER2-positieve ziekte wil ik even iets meer over vertellen wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Als het ware wat er is toen ik begon en de patholoog zei, ja, het is een HER2-positieve ziekte. Dacht ik, oh, dat is niet goed, die gaan vrij snel overlijden. Dat is echt, want die tumor, als hij dat heeft, dan is hij echt alleen maar aan het groeien. En dat komt omdat die receptor heel veel op die celmembraan zit. En die receptor communiceert met allerlei stofjes in je bloed. En nu zijn er antistoffen, nou kennen we allemaal uit de corona. Antistoffen is een stofje ergens tegen gericht en er is een antistof gemaakt tegen die HER2. En zodra je die geeft, is dat geblokkeerd, houdt die cel op met groeien. En aan de andere kant van die antistof, want de antistof is een stofje die in het niet lichaamsvreemd is, zit een klein staartje aan. En dat herkent je lichaam als lichaamsvreemd, dus je eigen afweercellen gaan vervolgens die cel opruimen. Dat was een waanzinnige verbetering toen we dat meemaakten. Echt werd geweldig. En die heette dan mooie namen, trastuzumab en pertuzumab. Ik kan het niet eens nazeggen. Nee, hoeft niet, maar... Dat kan ik ook niet doen. Ik kan me voorstellen hoe bijzonder dat is als je dat dus mag ervaren. Als je dat meemaakt, het eerste congres waarbij we zagen wat de overlevingswinst daar was. Nou, echt werd de oncologen viel elkaar in de armen aan het huilen. Was echt heel indrukwekkend. Maar dat is een geweldig medicijn. Alleen toen op een gegeven moment, helaas... Als je uitgezaaide kanker hebt, op een gegeven moment werkt het niet meer. Want die kanker is altijd slimmer dan de behandeling. Die gaat dan toch weer een trucje bedenken. Helaas niet meer. Ja. En toen had iemand gedacht van, weet je wat, we kunnen wel heel mooi zo richten. Maar laten we daar chemotherapie aan vastmaken. Dus dan heb je wederom die antistof. En dan had ze chemotherapie aan vastgebouwd, zeg maar zo'n staartje en dan daar tegenaan. Die ging zo naar de tumor. De tumor die denkt van, hey, mijn receptor die is bezet, ik haal hem naar binnen. Dus die haalt die chemotherapie naar binnen. Als een soort paard van Troje komt de chemotherapie alleen in de cel. En dan dood je de cellen. Maar dat werkt alleen bij patiënten die heel veel HER2 op die cellen hebben. Ook dat werkt na een paar jaar niet meer. En nu, dat hebben we nog niet, maar binnenkort wel. Dat heeft ook een mooie naam, trastuzumab deruxtecan. Dat is een middel die ook weerom die receptor, die antistof heeft. Maar er zitten allerlei chemotherapie dingetjes aan vast. Als die op die cel komt, gaat weer de cel in. Kilt meteen die cel. Maar die chemotherapie is nog aanwezig. Dus het is een soort precisiebombardement. Maar daarna heb je collateral damage. Dat je alle cellen daaromheen worden ook gedood. Dus de verwachting is dat we dat ook kunnen geven aan mensen die iets minder HER2 op hun cellen hebben. Dus wij zijn als oncologen zijn we zo enthousiast. Ja, ik wat zie voor het nieuwe ook. Ontwikkelingen ja. zijn. We kunnen ook nog uren doorgaan. Ja, ik zal stoppen. Ja. Dus wij zien de patiënten dan met toch op de MRI grote afwijkingen. En als ze dan zo'n HER2-receptor hebben op de tumor. En Sylvia is gestart met deze mooie nieuwe therapieën. En dan maken we ongeveer op 2/3 van het traject een nieuwe MRI-scan. Om te kijken hoe de tumor er dan
bij staat. En dan kan je gewoon in bijna 80% van de gevallen zie je helemaal niks meer terug. Je ziet gewoon op die MRI, die van tevoren dus echt flink afwijkend kan zijn, zie je helemaal niks meer terug. Dan gaan we wel nog steeds opereren. Maar ja, je bent natuurlijk wel nodig. Heel bijzonder dat je dan iets uit de borst haalt, waarbij de patoloog onder de microscoop dan niet eens meer die tumorcellen terugvindt. Ja, dat is mooi. Is wel en de ontwikkeling gaat dus door, wat je schetst. Het gaat door, prachtig. Ja. Dankjewel. Ja. Ik wil ook heel graag eventjes nog terug naar het Mama Centrum zelf. We hebben daar een mooie opname van gemaakt. Gaan we even naar kijken hoe het eruit ziet. Ik ben Nelleke, ik ben mammacare-verpleegkundige. Ik werk op het Mama Centrum en ik wil u meenemen in een rondleiding bij ons op het Mama Centrum. Ik begin hier bij de balie waar mijn collega de doksassistenten u kan ontvangen. En verder geeft zij ook aanwijzingen waar u kan wachten. We hebben ook nog een drinkbar waar u een kopje koffie of een kopje thee kunt gebruiken. Nou, het stelt u in ieder geval een beetje op uw gemak. Van deze plek wordt u opgeroepen door de radiologielaboranten om de onderzoeken te laten doen. Ik ben Marion Post, een van de gespecialiseerd mammalaborantes van Tergooi. We beginnen met de mammografie. En dat is in Tergooi een 3D-mammografie. Dat wil zeggen dat we door de borst scherpe plaatjes maken, zodat die plaatjes onafhankelijk van elkaar goed te beoordelen zijn. Blijft het feit dat we de borst nog wel moeten aandrukken. En dat doen we hier met een gespecialiseerde peddel die een beetje voorgevormd is in de vorm van de borst, zodat de vrouwen er minder last van hebben. Het resultaat zien we dan hier op dit scherm. En als het nodig is, kunnen we u binnendoor meenemen naar de echokamer voor een vervolgonderzoek. U komt dan hier op het bed te liggen voor het echo-onderzoek. U kunt zelf meekijken met de beeldjes en de radioloog legt het onderzoek aan u uit. Daarna wordt er zo nodig weefselonderzoek gedaan door middel van een punctie. Soms zijn er op de foto kalkspatjes te zien, wat een voorstadium kan zijn voor borstkanker. Dus die moeten we ook onderzoeken. Dat wordt gedaan door middel van dit apparaat. U komt dan op uw buik op de tafel te liggen met de borst door het gat. En door middel van de ingegeven coördinaten kunnen wij precies met de naald naar de kalkjes gaan. Als de biopjes genomen zijn, kunnen we gelijk kijken door middel van dit apparaat of de kalkjes ook in het biopt zit. Als dat zo is, is het onderzoek klaar en gaan de biopjes naar de patholoog om onderzocht te worden. Doordat we gelijk kunnen zien of de kalkjes in het biopt zitten, is het onderzoek minder belastend voor u, duurt het minder lang in vergelijking met andere ziekenhuizen. In deze kamer worden de foto's beoordeeld door de radioloog en aan het eind van de dag worden alle foto's nog een keer bekeken door een tweede radioloog om niks te missen. Ik ben Ellen Pompen, verpleegkundig specialist van het Mama Centrum. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een punctie of een biopt, vragen we u na de onderzoeken nog even binnen. Voor nadere uitleg en voor lichamelijk onderzoek. Ook bekijken we dan of er vervolgonderzoek nodig is. Er wordt daarna een afspraak gemaakt voor een uitslaggesprek bij een van onze chirurgen, een van mijn twee collega's of bij mij. In dat gesprek geven we uitleg over de uitslagen aan de hand van de beelden van de onderzoeken en aan de hand van de anatomietekening. Als er bij u borstkanker geconstateerd is, bespreken we met u de mogelijke behandelopties. Soms zijn die op dat moment al duidelijk, maar het kan ook zijn dat er meer onderzoek nodig is. We bespreken het behandeladvies ook altijd in ons wekelijks overleg met artsen uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. In veel gevallen zijn er bij de behandeling van borstkanker keuzes mogelijk waarbij uw mening van belang is. Voor de keuze van de operatie maken we daarom gebruik van een keuzehulp. U kunt hiermee de informatie thuis nog eens rustig nalezen en nadenken over wat voor u belangrijk is. Met de chirurg bespreekt u vervolgens de behandelkeuze. Hij of zij geeft u uitleg over de operatie aan de hand van deze tekening. Ik ben Chantal Walter, ik ben een van de mammacare-verpleegkundigen. Als u slecht nieuws krijgt, dan ga ik u opvangen, aanvullende informatie geven, de vervolgafspraken maken en wij gaan u verder begeleiden in het traject. We staan nu in de tuin van het mammacentrum. Het is eigenlijk best wel heel bijzonder dat we hier een tuin hebben. Hier kunt u even bijkomen of als u wil ontspannen. Het leuke van de tuin is ook dat we voor ieder jaargetijde eigenlijk bloemen hebben staan en dat geeft toch wel een speciale sfeer. We staan nu bij het begin van de entree van het MAM-centrum en zoals u ziet hebben we hier nog vier kamers.
Dat zijn spreekkamers waarbij de specialisten, de internist-oncoloog, de plastisch chirurg, de radiotherapeut hun spreekuren kunnen doen. We zijn nu aan het einde gekomen van de rondleiding op het mammacentrum. En we staan nu in een van de kamers van de artsenspreekkamer. En we hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van het mammacentrum. Dat u een beetje weet hoe wij hier werken. En mocht u verder nog aanvullende informatie willen, dan kunt u dat terugvinden bij ons op tergooi.nl/mammacentrum. Dank aan de dames voor dit mooie indruk. En de tuin zat er inderdaad ook goed in. Er komen al best veel vragen binnen, maar stel ze gerust. We gaan echt proberen ze te beantwoorden. En als dat in de uitzending niet lukt, doen we dat nadien op wat voor manier ook. U kunt nog steeds en graag de vragen stellen. Nu gaan we het hebben over operatieve ingrepen. Inmiddels is plastisch chirurg Saskia Fuchs aan tafel. Welkom ook hiervoor. We gaan met jou beginnen. Wat voor soort operaties zijn er? Ja, we hebben verschillende operaties voor borstkanker. Waarbij we eigenlijk wilden beginnen met wat uitleg over de borstsparende operatie. Een borstsparende operatie is een operatie waarbij de patiënt de eigen borstcontour behoudt. En we dus lokaal de tumor in de borst verwijderen. Die tumor, dat zijn vaak kleinere tumoren die je niet voelt of ziet. Dus die moeten vaak van tevoren gemarkeerd worden. En dat markeren we met een, ja, we noemen dat een zogenaamde jodiumbron. Dat is een klein markertje waar wat radioactieve straling in zit. En ik heb tijdens het opereren een proop, die laten we straks op de foto's ook zien, waarmee ik dat markertje kan opsporen en dan heel precies weet waar ik, maar je moet zijn. Waar ik moet zijn voor de operatie. Nou, dan wouden we eigenlijk beginnen met de foto's van de borstsparende operatie. Die komen nu in beeld. Waarbij ik bij deze vrouw een kleine tumor uit de borst heb verwijderd. Die lag eigenlijk net een paar centimeter onder de tepel. En dat was een tumor van ongeveer 7 millimeter. Bij deze vrouw heb ik ervoor gekozen om via de tepelhof het sneetje te maken. En dan onder de huid door de borst los te maken eigenlijk van de huid. En dan rondom de bronnetje wat weefsel te verwijderen uit de borst. Dat zien jullie op de volgende foto. En dan zie je wat ik uit de borst heb gehaald. Met het lineaaltje daarnaast zie je dat het eigenlijk een heel klein stukje weefsel is. Waar centraal in het tumortje met de marker zit. En dat betreft dus om een kleine centimeter tumor. Waarbij dan zo'n blokje weefsel van 2,5 bij 2,5 centimeter wordt verwijderd. Nou, dat wordt eigenlijk heel mooi. Op de volgende foto zie je dat. Dat is natuurlijk wel een verse wond met een heel vers littekentje. Maar dit zie je over een jaar eigenlijk nauwelijks meer. Dit is na de operatie. Bij borstoperaties opereer ik ook vaak de oksel. En wat doen we in de oksel? Bij patiënten waarbij er van tevoren geen uitzaaiingen zijn gedetecteerd, halen we de poortwachtklier weg. De poortwachtklierprocedure is dat. Dat is de naam van de operatie. Dat is de naam van de operatie in de oksel. Ja. En wat is dat nou? Dat is de eerste lymfklier waar de tumor op zou kunnen draineren via de lymfebaantjes die vanuit de borst naar de oksel lopen. Wij sporen die eerste klier, vandaar ook de naam poortwachtklier. Het is gewoon een functionele poort eigenlijk. Die ene klier die halen we eruit. Daar kan je ook zonder, want je hebt een stuk of 30 lymfklieren in je oksel zitten. En één daarvan heeft dus die functie van die poort. Die ene klier die zoeken we op doordat we voorafgaand aan de operatie wat radioactief vloeistof injecteren rondom de tepelhof. En dat vloeit dan als het ware via de lymfebaantjes richting de oksel. Dat is één manier om die lymfpoortwachtklier te detecteren, omdat dan in die eerste klier die radioactieve vloeistof zich ophoopt. Een andere manier is om met wat blauwe vloeistof die klier tevoorschijn te toveren, want dan wordt die klier wat blauwer. In die klier hoopt zich die blauwe vloeistof op. Nou, dat zien jullie op de volgende foto's. Hier zie je die blauwe puntjes rondom de tepelhof. Dat is de blauwe vloeistof die ik daar geïnjecteerd heb om uiteindelijk de juiste klier te detecteren in de oksel. Nou, hulpmiddel voor jou. Dat is een hulpmiddel om die eerste klier te vinden. Dan begin je met een klein sneetje in de oksel. Daar zie je het spreidertje in staan. En dan op de volgende foto zie je dat je wel een beetje de diepte in moet. Want dan kom je op een gegeven moment in het okselvet terecht. En daar vind je dan alle lymfklieren.
En dan ga je op zoek naar dat radioactieve geluid. En dat zie je op de volgende foto, dat ik dat met deze proop die hier is ingepakt in een steriele hoes, probeer ik dat radioactieve geluid op te vangen. En op het moment dat je met deze proop die daar ingepakt zit, boven die poortwachtklier hangt, dan hoor je piep, 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 piep. Dat is het signaal dat je er bent, dan heb je het geluid. Dat signaal, dat hoor ik dan achter me, een apparaatje wat achter me staat, dan hoor ik van nou, dat zal de klier zijn, daar is die radioactieve vloeistof in opgehoopt. De patiënt die hoort het niet. Die hoort het niet, want de patiënt ligt lekker te slapen. Die, niet die dat krijgt je ligt te wachten mee op het geluidje wat er wel in nee, komt. Nee, zeker niet. Nee. Nou had ik bij deze patiënt ook blauwe vloeistof geïnjecteerd. En nou zie je op de volgende foto, daar heb ik de klier eruit gehaald, dat die klier, dat is moeilijk te zien op de foto, maar mijn witte handschoen en het witte gaasje, het contrast ertussen met het lymfekliertje, dan zie je dat het kliertje een beetje blauw kleurt. Nou, dat is dus het is goed dat je het zegt, maar nu, dan zie ik het. Ja. Het is net een beetje een blauwige gloed in dat gelige vetweefsel. Nou, je kan dus heel goed zonder deze ene klier, want die lymfeklieren zijn er voor de lymfdrainage, het vocht daar weggaan. Die andere klieren nemen gewoon die functie over. Nemen, die gaan verder met die die andere 29. Ja, precies. Ja. Deze foto's nog even gemaakt. Dit zijn kleine kliertjes. Dit was eentje van 2 centimeter, maar soms moet je echt op zoek naar een rijstekorrel van 5 millimeter. Dus dit was eigenlijk de borstsparende operatie. Ja. Wat is jouw rol in het borstkankertraject? Als je het hebt even nu deze 2 operaties. Wanneer kom jij als plastisch chirurg hierbij? Ja. Wij kunnen op verschillende momenten erbij geroepen worden eigenlijk. We zagen net een mooi voorbeeld van een borstsparende operatie die Alwien zelf doet. Maar als het een groter gebied betreft, of het betreft een kleine borst, of het is een lastige plek, dan worden we vaak erbij gehaald ook bij de borstsparende operaties. Dus die doen we dan samen, daar zien we straks ook voorbeelden van. Daarnaast worden wij ook vaak gevraagd als het niet borstsparend geopereerd kan worden, maar als echt de hele borst weggehaald moet worden, dus een amputatie van de borst. Ja. Dan kunnen wij eventueel, als de patiënt dat wenst, ook een borstreconstructie doen, zoals we dat noemen. Dus dat is een totaal nieuwe borst maken. En als laatste zijn wij ook wel vaak dat wij helemaal aan het einde van het traject, als mensen gelukkig alweer goed gaan, en dat ze daarna nog bij ons komen. En dat kan met verschillende redenen zijn. Dus soms hebben ze functioneel toch hinder van een verlittekend gebied of van een bestralingsschade. Daar kunnen we vaak wat aan doen. Maar ook als er een flinke asymmetrie ontstaan is, bijvoorbeeld door operaties. Dat het er echt gewoon heel, asymmetrisch snap ik wat is. Maar dat het er echt zo anders uitziet dan je als vrouw gewend bent. Je weet hier wel, denk ik, wat er zeker anders en omdat het moet. Maar daar kun je dus ook echt heel veel aan bijdragen. En een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als er een tepel weggehaald moest worden, dat we een tepelreconstructie kunnen doen. Dus dat zijn eigenlijk 3 momenten dat wij betrokken zijn bij de borstkankerzorg. Ja. We gaan zo jullie laten vertellen hoe je samen opereert. We gaan daar dan ook, we hebben net wat beelden gezien en we gaan nog wat meer beelden laten zien die mogelijk wat indringender zijn om naar te kijken. Er is wat bloed bij, maar we hebben echt voor gekozen om het toch te laten zien. Maar ik zeg het nu, dan kunt u even wegkijken. Het is niet lang in beeld, we hebben het netjes gedaan. Maar het heeft echt een functie dat jullie goed kunnen uitleggen wat er, wanneer jullie samen opereren. Dus ik heb die inleiding gedaan. We hebben foto's meegenomen. Ja. Dit is dus een voorbeeld van een mevrouw waar een groter gebied weggehaald moest worden. En je ziet op deze foto dat ze niet heel veel volume dan over heeft in de borst. Linksboven zie je een rondje met een uitloper en dat is eigenlijk het hele gebied wat weggehaald moet gaan worden in deze borst. En dat betekent dat toch wel bijna een kwart van het volume van de borst weggehaald wordt. En dan kunnen we dat eigenlijk niet op een mooie manier in de borst zelf oplossen. En daar hebben we ook weer trucjes voor. En bij deze mevrouw hebben we ervoor gekozen, dan mag je deze even in beeld laten, dat we weefsel uit de flank naar binnen gaan smokkelen in de borst als het ware. De zijkant van de flank echt. Dus je ziet nou een punt naar beneden wijzen. En dat is weefsel wat je in de flank kan missen. En wat we in dit geval eigenlijk echt in de borst gaan draaien om daar volume toe te gaan voegen. En dit is een foto van mijn collega die aan het aftekenen is. En die gebruikt hier een Dopplerapparaatje. En met dat Dopplerapparaatje kan je luisteren waar de bloedvaten zitten. Kan je luisteren waar de bloedvaten zitten? Ja, dus je hoort een signaaltje opkomen als je net boven een bloedvat zit. En als je weet waar het bloedvat zit, dan kun je precies daaromheen het weefsel plannen wat je meeneemt, zodat dat zo goed mogelijk door bloed blijft tijdens de operatie.
Dan kunnen we het volgende plaatje laten zien. Ja, hier, dit is voorafgaand aan het moment dat we echt gaan beginnen met de operatie. Daar gebruik ik diezelfde probe die jullie net in mijn eerdere foto's hebben gezien. Waarbij ik, in dit geval ging het om meerdere tumoren, maar ik heb door de radioloog twee radioactieve markers laten inbrengen. Bovenaan in het afwijkende gebied en onderaan in het afwijkende gebied. En nu zie je dat ik met mijn probe van boven naar beneden loop. En daar dan markeer op de huid tussen welke uiteinden ik moet opereren. Dat doe ik om voor mij vooraf ook goed te kunnen inbeelden hoe groot dat stuk moet worden, wat uit de borst verwijderd moet worden. Dat is dus heel belangrijk dat ik rondom die markers opereer om dat hele afwijkende gebied te verwijderen uit de borst. Nou, dan beginnen we met de daadwerkelijke operatie. Dit waren allemaal eigenlijk de voorbereidingen vooraf. Maar die zijn misschien nog wel net zo belangrijk als de operatie zelf. En die doen we ook echt met z'n tweeën. Hè. We zijn er met z'n tweeën ook aanwezig en tekenen af. Nou, hier heb ik aan de zijkant van de huid een snee gemaakt. Of aan de zijkant van de borst. En dan onderhuids de huid losgemaakt van de borstklierschijf. En dan zie je wat ik er daadwerkelijk uit heb gehaald links liggen. En dat is toch een heel groot preparaat hè, van ongeveer 11 bij 3 centimeter. Wat in deze cup A toch een aanzienlijk volumeverlies geeft. Dat kan je goed voorstellen dat dat eigenlijk door mij alleen als chirurg niet goed te sluiten is. Dat ik daar de plastisch chirurg bij nodig heb om dat grote defect te vullen. Op de volgende foto zie je dat we die preparaten dan altijd naar de radioloog toesturen. En hierop zijn rood gemarkeerd de twee markers die ik dus had laten plaatsen door de radioloog om de twee uiterste uiteinden van het afwijkende gebied in de borst te markeren. En dat zijn voor mij dus echt de leidraad tijdens de operatie waar ik omheen moet snijden. Nou, dan draai je de rollen om, want dan mag Saskia verder met de operatie. Ja, en ik denk ook juist dat dit zo mooi is dat we dit soort dingen samen doen. Want je ziet tijdens een operatie dat Alwien zich dan helemaal kan concentreren op wat ze weg wil halen. En dan niet bezig is met, oh jee, als ik dit nog wel dicht krijg of misschien neem ik iets minder mee. Want maar zij kan zich daarop concentreren. En wij hebben aan de andere kant weer wat andere technieken geleerd om de vorm dan weer te herstellen. Dus dat ik denk dat dat heel belangrijk is om dat samen te doen. Ja. En dat gebeurt echt gelijktijdig tijdens deze operatie. Ja, echt om dat ook aan te geven. Ja. Dus het is niet zo dat je weer een keer terug moet. Nee, dat gebeurt al tijdens dezelfde operatie. Ja. Waarbij het heel fijn is als de vorm weer mooi wordt. Dat is voor de patiënt fijn. Maar het is ook heel belangrijk, want we weten als je dit soort defecten, hè, als je zo'n stuk weghaalt en je doet er voor de rest niet zoveel, maar je sluit de huid, die dames moeten daarna nog bestraald worden. En als je over zo'n plek gaat bestralen, dat echt een vervelende intrekking geeft en ook pijnklachten kan geven. Dus er is veel aan gelegen om in die eerste operatie de vorm zo goed mogelijk te herstellen. Ja, ja, zorgvuldig ook. En ook goed om dat te horen, hoe zorgvuldig jullie daar bezig zijn. Nou, ik denk dat dat ook wel uniek is voor ons ziekenhuis. Dat wij die hele operatie van A tot Z daar met z'n tweeën aan te opereren zijn. Wat Saskia noemt is heel belangrijk. Ik denk ook na afloop, we horen natuurlijk 10 dagen later pas terug van de patholoog die onder de microscoop het preparaat bekijkt. Of de tumor daadwerkelijk er helemaal uit is. Dat die 10 dagen zijn nodig voor om het preparaat helemaal te bewerken. Met kleuringen wordt er heel nauwkeurig naar die snijranden gekeken of de tumor helemaal uit het weefsel, uit de borst is gehaald. Dat zijn wel 10 spannende dagen dan. Dat zijn hele spannende dagen voor de patiënt. Maar mocht je dan nog terug moeten om toch het gebied nog ruimer eruit te halen, dan kan dat ook. Omdat wij met z'n tweeën dan ook heel goed weten wat we gedaan hebben en waar er gewoon nog mogelijkheden zijn om nog extra weefsel weg te halen. Als dat dan onverhoopt nodig is. Maar dat is gelukkig niet vaak nodig, maar in een aantal patiënten is dat helaas wel nodig. Maar dan lukt dat ook. En daar durven we ook allebei ons hand voor het vuur te steken. Dat we dat dan op de juiste plekken terugvinden. Ja, helder. Maar soms kan een borst niet gespaard worden. Dan moeten we nog even laten zien hoe mooi het resultaat is. Nou, dat dokter Fuchs had ik ook gesloten. Dat plaatjes niet, dat mensen thuis dit ook wel goed kunnen bekijken. Maar wat je hier ziet is dat er weefsel uit de flank weg is gehaald. En dat weefsel is hier al de borst ingedraaid. Dus de rode contour die je aan de zijkant van de borst ziet, dat is weefsel wat eigenlijk daar naar beneden wees in de flank, zeg maar. Het ziet er zo rood uit omdat de huid daar is afgeschaafd. Hè? Dat wordt dan zonder huid in de borst gedraaid. In de borst gedraaid. Bij het volgende plaatje zie je dan dat we de flank weer gaan sluiten.
En je ziet hier dat het weefsel echt naar boven in de borst is gekomen. En op het laatste plaatje zie je dat de operatie klaar is. Waarbij je ziet dat er echt nog wel verse littekens zitten. Die zien er echt inderdaad anders uit dan bij het litteken wat je net... Is natuurlijk best een aanzienlijk litteken. Maar je zult wel zien dat met verloop van tijd dat echt veel, veel minder zichtbaar gaat worden. Maar wat een hele belangrijke is om te zien, is dat de contour van de borst echt mooi bewaard is gebleven. Ja, dat kun je zo echt ook goed zien. Want zo als je... zelf hebt, zo word je wakker. Dit zie je als je wakker wordt. Ja. De eerdere foto's niet. Nee. Dat is denk ik ook goed. Maar goed ook. Maar zo ziet dat er dus uit. Maar heel goed, die heb ik spontaan vergeten. Maar van waarde. En dan toch even terug. Als je echt de borst niet kunt sparen, wat dan? Ja, dit zijn dus allebei voorbeelden geweest van als er een groot deel van de borst behouden kan blijven, maar alleen de tumor en het afwijkende weefsel weg moet. Maar soms is er inderdaad een reden om de hele borstklier weg te nemen, dus dan wordt de hele borst geamputeerd. En dat zijn patiënten die eigenlijk altijd naar ons worden verwezen voor uitvoerige gesprekken. Dus die patiënten spreken we ook een paar keer voor een operatie. Want daar hebben we niet zozeer een medisch advies in, want het is niet beter om wel of geen reconstructie te doen. Maar wat aan ons dan de taak is om uit te leggen wat we allemaal kunnen doen. En wat past bij. En wat er past. Ja. En daar moeten we echt samen met de patiënt een goede beslissing in nemen wat we bij die patiënt kunnen betekenen. Ja. En daar ook als patiënt even goed over na kunnen denken, want het is nogal wat natuurlijk wat er met je lijf Er zijn heel veel keuzes. En ze komen natuurlijk bij jou als er sprake is van een wens voor een reconstructie. Patiënten hoeven natuurlijk niet per se te kiezen voor een reconstructie. Nee. Je kan ook een amputatie van een borst hebben, waarbij ik de borst verwijder en dat de BH wordt opgevuld met een prothese. Dan hoeft er niet... Kan het dan later nog, als iemand zich bedenkt? Daar zal Saskia zo meer over vertellen. Hè? Dat kan. Ja. Ja. Misschien kan je wat vertellen over de verschillende manieren van een nieuwe borst maken. Reconstructie noemen we dat. Ja. Dus de eerste manier die kan, want er zijn inderdaad verschillende manieren mogelijk. Maar de eerste manier die kan is om in dezelfde operatie als dat de chirurg de borst weghaalt, dat wij in diezelfde operatie een prothese-reconstructie doen. En dat zijn operaties die we veel doen in Tergooi en ook altijd met z'n tweeën inderdaad de hele operatie doen. Daar heb ik een paar plaatjes van. Hier zie je al zo'n plaatje. De chirurg haalt dan het borstklierweefsel weg. Het grote voordeel... Onder de huid, hè? Ja, dus onder de huid. Want het grote voordeel dat wij direct in die eerste operatie meedoen, is dat de huid en eventueel de tepel ook gespaard kan blijven. Dat heeft cosmetisch een groot voordeel en we weten ook uit onderzoek dat het ook psychologisch voor een vrouw wel heel belangrijk is dat ze niet plat wakker wordt, maar dat er in dezelfde operatie dus al meteen een borstreconstructie is gedaan. Dus dat kan. En dat heeft dus echt meerwaarde om dat in diezelfde operatie mee te doen. Als we het plaatje nog even terug kunnen laten zien, dan kan ik laten zien hoe we dat doen. De chirurg haalt het borstklierweefsel weg. En wij plaatsen tegelijkertijd, als dat weg is, plaatsen wij een siliconen borstprothese. Die borstprothese plaatsen we onder de grote borstspier. Daar zie je hier ook dat plaatje van. Dat rode aan de bovenkant, dat is de grote borstspier. Die kan de bovenkant van de prothese bedekken. De onderkant krijgen we daar niet mee bedekt. En wat wij in het Tergooi ziekenhuis gebruiken is een soort matje. En dat matje is gemaakt uit varkenshuid. Dat is in het laboratorium helemaal behandeld, zodat er geen levende cel meer in zit. En dat wordt uiteindelijk ook, het is biologisch materiaal, dat wordt helemaal opgenomen door je lijf. Maar dat matje, dat gebruiken wij om de onderkant van de prothese nog te bedekken. En dat matje, dat heeft een hoop voordelen, en die zal ik niet allemaal hier, maar dat heeft een hoop technische voordelen voor ons om echt een zo goed mogelijk resultaat voor de borstreconstructie te krijgen. En dat brengt me even al op vragen die ook binnenkomen, want je noemt een matje. Er is veel, veel te doen over siliconen op allerlei in de media. Hoe kun je daar een advies geven van wat jullie gebruiken? Is dat waarover in de media wordt gesproken? Ja. Hoe weet je als patiënt nou dat het goed is? Een hele belangrijke, lastige vraag, maar wel een hele belangrijke vraag. Want dat is iets wat heel veel vrouwen terecht bezighoudt. Het lastige is dat er vaak veel ophef in bepaalde kranten, bepaalde televisieprogramma's is. Wat heel veel mensen heel zenuwachtig maakt en dat snap ik. Dus laat je vooral heel goed voorlichten. We doen er alles aan om dat helemaal, en dat gaat denk ik te ver om dat hier allemaal uit te leggen. Maar laat je goed voorlichten bedoel je door jullie en door niet ons. Zelf vooral zeker. Misschien zoeken wat je ook...
geneigd zeker. Te zijn. Want het is best een stap om dat te En wij hebben maar één intentie en dat is om mensen hier gezonder heen te loodsen. Dus die siliconenprotheses die we plaatsen zijn echt veilig. Ja. Ja. Ik denk dat het goed is om te noemen dat er gaan 2 gesprekken op jullie spreekuren gaan er plaatsvinden bij de plastisch chirurg en de verpleegkundig specialist. Of eigenlijk de physician assistant die helemaal door jullie is opgeleid en door het borstkankercentrum is opgeleid. Waarbij heel erg wordt ingegaan op deze onderwerpen natuurlijk. En de patiënten gaan heel uitvoerig geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Ja, en in Nederland is daar ook heel veel aandacht voor op het moment hoor. Dus er is een heel protocol vanuit de Vereniging voor Nederlandse voor Plastische Chirurgie. Met allerlei dingen waar we ons aan moeten houden en wat we met patiënten moeten bespreken. En je ook aan wil houden. En aan wil houden, absoluut, absoluut. En Nederland heeft ook sinds 2015 een registratiesysteem. Dat in, sinds 2015? Sinds 2015. Ja. Dat is op voorzet geweest van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Dat alle protheses die bij iemand in Nederland worden geplaatst, geregistreerd worden. En daar is Nederland echt een van de eerste landen in de wereld die dat doen. Dus alle protheses worden geregistreerd. Het wordt bijgehouden wat voor klachten er zijn. Welke protheses eruit worden gehaald. Dus er is heel veel toezicht op, absoluut. Ja, nou goed om te horen. Ja. Ik onderbrak je net, want je was aan het uitleggen. Zijn we door de beelden heen die je wilde laten zien? Nou, ik had nog één voor- en na-foto van een... deze. Hier zie je aan de linkerkant met de blauwe achtergrond... zie je de mevrouw dat ze nog niet geopereerd is. En aan de rechterkant zie je dezelfde dame... die een amputatie van beide borsten heeft gehad... en een prothese-reconstructie. Nou is dit wel een heel mooi resultaat, moet ik eerlijk bekennen. Ja, want als je helemaal niet naar ons hebt geluisterd en alleen maar dit zou zien, denk je wauw. Ja. Hè? Als je dat zo En wat zo ik daarin een hele belangrijke vind om te melden is dat van tevoren hebben we wel echt altijd een heel duidelijk gesprek met dames wat dit betekent. En niet alleen de procedure en de complicaties, maar ook het feit dat we de eigen borst niet terug kunnen geven. Dus we proberen iets na te maken, maar het voelt anders en de huid is ongevoelig en het kan ook wat koud aanvoelen. Dus ik denk dat de management van de verwachting ook een hele belangrijke daarin is. Je probeert te benaderen, maar je kunt het natuurlijk nooit kopiëren. Zeker niet. Ja. Nee, nee, nee. Het wordt altijd minder mooi. Dat is zo. Ja. Oh, ik zit hier aan jullie allemaal zo geboeid te luisteren. Ja. We lopen helemaal uit in de tijd. Maakt niks uit. Wat ik nog ook wel eventjes, dat zie ik ook terugkomen in de vragen... Hoe moeten we het mamacentrum van Tergooi, want we weten nu waarom het mama heet, hè, het Latijnse woord voor borst, het borstkankercentrum, ik herhaal het nog maar even. Hoe moeten we dat nou zien ten opzichte van de borstkankerzorg in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis? Ja, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, daar werken we natuurlijk nou mee samen. We hebben alle onze behandelprotocollen en manieren van diagnostiek met hen afgestemd. We hebben eens per week een multidisciplinair overleg waarbij wij allemaal, zitten er maar onze collega's, chirurgen, internisten, radiologen en plastchirurgen zijn daarbij aanwezig. Maar ook de dokters uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En daar worden, iedere week, elke dinsdagavond, worden daar al onze nieuwe patiënten besproken en alle patiënten die geopereerd zijn. Die worden daar doorgenomen met hen en dan wordt er een behandelplan opgesteld. Nou, dat zal dus niet afwijken van het plan wat een patiënt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis zou horen, want ja, in onze ziekenhuizen is dat volkomen hetzelfde. En ik denk dat dat heel aardig is. Nederland is wat dat betreft een beetje een gek land, een heel klein landje, maar we behandelen toch in de verschillende regio's borstkanker een beetje op een andere manier. En ik ben er wel van overtuigd door onze samenwerking met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis dat wij dat op de juiste manier doen, in ieder geval met de meest innovatieve ideeën, omdat er toch vanuit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis heel veel nieuwe wetenschap wordt gegenereerd. En ja, dat wordt door dat wekelijkse contact met hen wordt dat snel toegepast in ons ziekenhuis. En, ja, dat is heel goed om te weten dat het een hele nauwe samenwerking is en je dus heel van dichtbij volgt wat daaraan ontwikkelingen zijn. Nou, dat kunnen wij meteen toepassen bij ons in ons perifere ziekenhuis. En dat is een ontzettend leuke situatie die je creëert. Los is van het feit dat er heel veel contact uit dokters uit ons ziekenhuis goede contact hebben met de dokters daar uit het borstkankerteam. Dus dat maakt ook het overleg eenvoudig. Ja. Er zijn ook wel verschillen, ik denk qua de manier van opereren samen. Hè, dat wij opereren gedurende een hele operatie samen, maar ook wel de manier van reconstructies. Daar zijn ook wel verschillen in te noemen. Dus we hebben wel onze eigen smaken. Ja, nou goed te horen. Zoals ik nog even jou de laatste vraag stellen. Of ene laatste, ik heb jou ook nog even wat vragen. Hoe denk je dan vanuit jouw vakgebied, hoe gaat dit zich nu in de toekomst verder ontwikkelen?
Ja, hele lastige vraag. Waar droom je van? Misschien nog beter. Wat zou je, hoe het gaat ontwikkelen, wat je zou willen? Wat we nu veel doen en een stukje waar we niet eens aan toegekomen zijn vanavond, is dat we ook veel borsten reconstrueren met lichaams-eigen weefsel. Dus dat we bijvoorbeeld uit buikweefsel nieuwe borsten maken. En je voelt wel dat er een hoop onrust over protheses. Dus ik denk dat er de vraag naar lichaams-eigen reconstructie steeds groter zal worden. Wat we nu doen is weefsel echt verplaatsen. En dat is een grote operatie, want dat weefsel moet daar ook door bloed blijven. Dus daar moeten bloedvaten echt onder een microscoop op elkaar aangesloten worden. Dus dat zijn hele ingewikkelde operaties. Het klinkt operaties. Zo simpel, maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Dat zijn hele lange operaties. En daarom zien sommige mensen daar ook van af. Maar ik denk dat in mijn vakgebied, wat er in opkomst is, is ook de lipofilling. Dus dat betekent dat je met liposuctie vetcelletjes oogst. En dat je die inspuit en dan gebruikt om volume te krijgen. En dat is hopelijk, wordt dat een manier, dat wordt nu al in onderzoeksverband gedaan. Maar wordt dat een manier om hele borstreconstructies te doen met lichaams-eigen weefsel, met veel kleinere operaties dan de grote lichaams-eigen operaties die we tot nu toe doen. Ja, nou, zicht op ontwikkeling ook hierin. Zeker. Dus, ja. Albine, waar ben jij het meest trots op? Ja, ik ben heel trots op ons centrum, maar eigenlijk op ons hele team. Vanavond heeft u ons hier natuurlijk met z'n vieren zien optreden. Maar daar hoort een heel team aan plastisch chirurgen, internisten, chirurgen, verpleegkundig specialisten, de mammacare verpleegkundigen, nou noem maar op. We hebben er een paar gezien. Precies, dat zijn wij natuurlijk niet alleen met z'n vieren. En dat hele team, dat is een heel gedreven, ambitieus team. Waarbij ik echt trots ben op de hoge kwaliteit zorg die we toch met ons gespecialiseerde team kunnen leveren in een perifere ziekenhuis. Ik denk dat we een heel hecht en enthousiast team zijn. En dat vind ik zelf ook heel leuk om soms terug te horen van patiënten. Dat ze zeggen, ja, het is natuurlijk niet leuk om hier te zijn. Maar als je er dan bent, is het wel ontzettend aangenaam om bij zo'n team te zitten. Nou, dat stralen jullie ook. Dat maakt mij wel trots, ja. Ja, ik zie het ook. En ik ben heel trots op jullie, hier alle vier aan tafel. Dank voor jullie bevlogenheid en betoog. Ja, ik heb geprobeerd het zo helder mogelijk te maken. Niet alle vragen hebben we kunnen beantwoorden. Dat proberen we op een andere manier wel te doen. We hebben toch geprobeerd om u zoveel mogelijk mee te nemen wat er allemaal kan en mag en moet en wat speelt. Dank voor het kijken allemaal. En we hopen een volgende keer dat u weer kijkt. Tot de volgende keer.